Hey, mijn naam is Esther van Time to Guide. Leuk dat je kijkt naar deze video. Ik zal in deze video gaan uitleggen hoe je je wachtwoord kunt veranderen in Outlook. En kijk dus vooral mee. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op ons YouTube kanaal. Oké, op dit moment zitten we in de Outlook app, die je dus op je computer of je laptop geïnstalleerd hebt. En als je dan je wachtwoord wil veranderen, is het eigenlijk, dat kan niet helemaal in de app. Dus we moeten eigenlijk naar de browser toe. Dus als je zelf ook wel eens gebruik maakt van de browser, kan het makkelijk zijn om daar gelijk in te loggen. Oké, vanuit de app is het dus ook mogelijk om doorgestuurd te worden naar de online versie. Dus dat gaan we nu ook doen. Dus op dit moment zit ik gewoon in mijn Outlook app. En als je niet weet hoe je dus online moet inloggen, kan je klikken op bestand linksbovenin. En daarbij zien we, komen je accountgegevens in beeld. En we zien ook dat we hier ook staan op mijn Time to Guide account. Dat is ook belangrijk, dat je doorgestuurd wordt naar het goede account. En dan staat er hier ook toegang tot uw account op het internet. Daar gaan we dan ook op klikken. En dan opent hij automatisch in je browser, opent hij de app daar zo. Moet die even laden. En hoe we dan ons wachtwoord gaan veranderen is door rechtsbovenin op je profielfoto of knopje te klikken. Dus helemaal rechts bovenin het scherm. En daar zie je dus een overzicht met verschillende opties. En wat we dan willen doen is het account weergeven. Dan word je eigenlijk doorgestuurd naar de volgende pagina van Microsoft met een aantal opties. En hier zien we eigenlijk al onmiddellijk vrij groot in beeld het kopje wachtwoord. Waarbij we dus ons wachtwoord gaan wijzigen. Dit kan dus bijvoorbeeld handig zijn als je al een oud wachtwoord hebt wat eigenlijk niet sterk genoeg is. Als je één keer in de zoveel tijd het wil veranderen. Of als bijvoorbeeld je account gehackt is, dan is het aan te raden om een nieuw wachtwoord te maken. In dit geval, als we het op deze manier doen, heb je dus sowieso je oude wachtwoord nog nodig. Dus dat gaan we eerst intypen. En vervolgens gaan we een nieuw wachtwoord maken. Je ziet hier ook dat soms je browser al een voorgesteld wachtwoord voorstelt. Dus je moet zelf bepalen of je dat natuurlijk wil of dat je liever zelf een wachtwoord bedenkt. En het nieuwe wachtwoord moet je dan twee keer invullen om ervoor te zorgen dat je echt het goed hebt ingetypt en dat je dus hetzelfde invult. Hij zal daarbij ook aangeven hoe sterk of hoe zwak je wachtwoord is. En dit betekent eigenlijk hoe makkelijk het te hacken is. Probeer een sterk wachtwoord uit te kiezen. En dan gaan we vervolgens op verzenden klikken. In deze video heb ik laten zien hoe je je wachtwoord kunt veranderen. Vond je dat nou nuttig? Laat zeker een duimpje omhoog en abonneer op ons YouTube kanaal. Verder geven we niet alleen online uitleg via YouTube, maar geven we ook trainingen aan bedrijven. Dus als je er meer over wil weten, ga dan vooral naar timetoguide.nl en kijk wat de opties zijn. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Weet alles over online met Time to Guide. Word een digitale mastermind met Time to Guide. Like en abonneer.